tiende en laatste dag van het wereldkampioenschap turnen in Tokio. En hier loopt hij, Epke Zonderland, als derde turner in het rijtje van acht. Want hij gaat het als derde aan het hoogrek. Dat heeft de loting bepaald. Voorop Fabian Hamburken, de wereldkampioen van 2007. En natuurlijk zit er ook weer bij de wereldkampioen van Rotterdam, de Chinees Zhang. En de Olympisch kampioen Zhao. De Olympisch kampioen van Peking 2008. Dit wordt de finale der finales. Zonderland houdt zijn armen soepel. Neemt een licht looppasje. Hier moet het gebeuren. Hij heeft een podiumplaats nodig om op naam een Olympisch startbewijs te verdienen. Maakt niet uit of het goud, zilver of brons is. Als je op het erepodium komt, is hij zeker van Olympische deelname. Hij was er in 2008 bij en hij wil zeker er in 2012 bij zijn. En zijn resultaat van 2008 in Peking verbeteren, in Londen volgend jaar. Maar dan moet hij hier het podium halen. En dit zijn de acht finalisten. In de volgorde van werken. Vorig jaar in Rotterdam moest hij als tweede optreden. Nu als derde. Dat betekent gewoon dat hij geen tactiek kan doen. Want zijn belangrijkste concurrenten komen na hem. Hij moet gewoon vol gaan. Met de hoogst haalbare moeilijkheidsgraad. En dat is 77 op 87. Hij heeft in de kwalificatiewedstrijd op safe geturnd. Dat werd hem bijna fataal. Hij kwam toch nog als zevende de finale binnen, maar met een D-score van 7 punten. Nou, dan maak je niks klaar in deze finale. Hij gaat nu voor 7-7 of 7-8. Alle registers gaan open en moeten open. En dat geldt voor alle acht finalisten. Hier is hij, Epke Zonderland. Voor de derde achtereenvolgende keer in een WK-finale. Twee keer sloot hij dat af met zilver. En dit is de Olympisch kampioen. En dit is de wereldkampioen van Rotterdam, de titelverdediger. Philip Boy, die zilver won bij de Europese kampioenschappen dit voorjaar. Waar Epke Zonderland zijn eerste titel pakte. Europees kampioen. En dan is ook weer die man erbij, die Uts Kimura. Wereldkampioen in de meerkamp. En dan wordt het podium vrijgemaakt voor de eerste finalist. Fabian Hamburken. En Epke Zonderland kan ze nog even ontspannen. Maar zoals ik al zei, hij kan niet wachten op wat de anderen gaan doen. Hij moet er gelijk vol voor gaan. Een score neerzetten waar de anderen hun tanden op stuk bijten. En dan maar hopen dat het ook goed gaat. En ik heb er vertrouwen in. Fabian Hamburken. 24 jaar. BD'er, bekende Duitser. Wereldkampioen 2007. Brons bij de Olympische Spelen van 2008. En vorig jaar ook brons in Rotterdam. En hij kan gaan tot een hoge moeilijkheidsgraad. 7.4 heb ik al van hem gezien. Fabian Hamburken begint aan zijn programma, waarvan de 10 moeilijkste elementen gaan tellen voor de D-score. En alles wordt gerekend bij de uitvoering. Dislokeren met een halve draai. Gaat hij naar zijn vluchtelement. Ja, de Koolman is goed uitgevoerd. Gestrekt. Katchev. En een hele draai. Ja, dat is knap hoor. De combinaties leveren weer bonuspunten op. Anderhalve draai in ellegreep. En hij gaat tot nu toe vol. Hij maakt een volle bak. Alles wat hij kan laat hij hier zien. Oeh, daar moet hij even bij drukken. Dislokeren, halve draai en onmiddellijk de vluchtelement. Weer 2/10 punt verbindingsbonus. Dan de kwast nog tot slot. Dan gaat hij nu naar de afsprong. Een afsprong met een dubbel salto. En een dubbel schroef en een nahup. Jongen, jongen, jongen. En daar de ontlading. Ja. Alleen als je hier voor alles gaat, dan is er kans op een medaille. En dat weet Fabian Hamburken als geen ander.
Hij heeft alle registers opengetrokken en alle moeilijkheden laten zien. Hier de Coleman-techniek, die dubbel salto met hele schroef, die ook Epke Zonderland in zijn programma heeft, maar dan na de Cassina. En hier dat mooie vluchtelement gestrekt met volledige beheersing. Maar hier kwam die dislock met die hele draai. Kijk, daar moest hij even bijdrukken. Ja, dat is een fout. En dan komt het vluchtelement. De combinatie levert wel weer 0,2 punt verbindingsbonus op. En dat helpt dus om je D-score omhoog te stuwen. Ja, wat gaat dat voor D-score worden? De hoogste score die ik tot nu toe van hem gezien heb is een 7,4. Maar de uitvoering is ook zo belangrijk. Want het is uiteindelijk de som van deze twee getallen die de eindscore bepaalt. En net hiervoor in beeld zien we even de zwaaibewegingen van Epke. Ja jongen, maak je maar even goed los. 7,5. Zo hoog heb ik hem nog nooit zien turnen. En 16,233. Dat is hoger dan Epke vorig jaar haalde in de WK-finale.